Inspecteur Naarden benadrukt: blijf thuis als u niets op straat te zoeken heeft. De politie zal hard optreden tegen overtreders van de partiële lockdown. Zo waarschuwt hoofdinspecteur Humphrey Naarden tijdens de reguliere persconferentie van het Nationaal COVID-19 Management Team. De politiefunctionaris bevestigde in de congreshal dat er afgelopen zondagnacht de partiële lockdown ging om 8 uur in. Incidenten zijn geweest waarbij burgers die zich onder noodzaak op of langs de openbare weg bevonden, weigerden de bevelen van de politie om huiswaarts te keren op te volgen. Blijft u thuis als u niets op straat te zoeken heeft, waarschuwt hoofdinspecteur Naarden. Namens het Korps Politie Suriname roept hij de burgerij op om deze vorm van wangedrag achterwege te laten. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.